Yo mensen, welkom bij deze kanaal, weer een nieuwe Lord of the Rings Mod Survival aflevering. En jongens, vorige keer zijn wij geëindigd in Fangor Forest met de Ents, die zie ik daar al staan. En ik heb even op de map gekeken, want ik zat even te kijken wat ik deze episode wou doen. En ik zag dat hier, ik had die kleur niet eens gezien, want het is een beetje onduidelijk. Maar hier zit nog Fangorn Wasteland. En ik zag hier een vierkantje, zeg maar, een stuk waar geen bos zou zitten. Dus dat zou hier achter moeten zijn, volgens mij is dit het inderdaad. Ik ben er dus een stukje heen getp'd. En dit was dus een fast travel point. Ik ben er niet heen gefast traveled, ik ben gewoon getp'd. Maar ik wou even kijken of hier iets bijzonders was, want het was echt zo'n vierkant. Dus ik weet niet wat dit moet zijn. Hoe heet het eigenlijk? Ik heb niet eens gekeken wat het is. Durn Dingle. Nou, het zegt me op het eerste moment helemaal niks. Maar maybe als ik een beetje rondkijk. Nou, ik denk dat dit gewoon... Ja, wat zou het kunnen zijn? Gewoon een open vlakte. Misschien staat er ergens een huis. Nee, waarschijnlijk niet. Wat moeten ends met huizen? Ik bedoel... Ze zijn het huis. Ze zijn een boom, dus ze kunnen in zichzelf wonen. Like, het klinkt een beetje raar, maar... Oké, never mind. Whatever. Ik denk dat dit gewoon... Ja, dit is gewoon een open random vlakte hier zo. I don't know wat het is. Wat wij dan gaan doen, is dat gaan wij een stukje naar de Fangorn Wasteland tp'en. There we go. En wordt het donker? Oh, ik kies echt geen goed moment hiervoor uit. Ik kies hier echt geen goed moment voor uit, maar YOLO, dat doen we gewoon. Hallo? Nee, ik moet even spannen. Kom op, there we go. En hoppakee, we staan. Nice, moet hij even alles renderen. En ik heb geen eten meer. Kut, dat is wel inderdaad echt kut, want ik heb ook nog hunger. Hoe lang duurt die hunger? Ga weg. Hij moet nu weg zijn. Ja, hij is weg, oké. Okay. Dan moeten wij naar het... Oeh, wat is dat? Wat is dat voor toren? Ik nam een screenshot aan, maar dat was niet de bedoeling. Oh, volgens mij zie ik ook... Oh, ik zie alweer orks. Oh, ik zie heel veel orks. Wat zijn het Uruk-hais? Nou, volgens mij zijn het gewoon orks. Gelukkig. I don't know. Shit, ik kan dit niet doen. Ik heb eten nodig. Wat is dat voor toren, joh? What the hell? Of is dat een boom? Is het een boom die niet rendert? Volgens mij is het gewoon een boom. Lijkt op een boom. Lijkt op hout. Oh my god. Zijn het Uruk-hais? I don't know. Ga weg. Ah! Ik bedoel, ik heb eten nodig. Misschien geven die vogels wat, maar volgens mij niks. Kom hier. Goddammit. Ja, ik weet niet. Ik moet even eentje... Ja, kom op, kom op. Nee, volgens mij heb ik dat al een keer eerder geprobeerd. Toen kreeg ik hem niet te pakken. En jawel, toen kreeg ik hem wel te pakken uiteindelijk. Maar het is altijd niks. Had hij niks. Dus ik denk dat wij maar gewoon naar... Oeh. Hoi. Ik zag je echt niet staan. Hoi. Ruin, ruin to the free peoples. Fuck you. Oh, jij bent een... Nee, dat is een zelfmoordbomber. Oh. Waarom hit ik hem niet trouwens? Wat de hel? Wat? 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 Oké, dit is een Uruk-hai. Ik kan het horen aan zijn gegrom, want het is anders. Het is lager. Maar... Waarom kan ik hem niet hitten? Where's the man flash? Hallo? Hier? Even kijken hoor, Uruk-hai. Hoe kom ik aan Uruk-hai plus 1? Wat? Oké, blijkbaar hitten ze me niet, omdat ik plus 1 heb bij Uruk-hai. En ik vind het niet eens zo erg eigenlijk. Maar hoe kom ik dan... Oh my god, dan worden die dingen opgeblazen. Ja, dit zijn van die zelfmoordterroristjes, die zijn heel vervelend. Maar... Oké, blijkbaar heb ik plus 1 bij Uruk-hai. Ik weet niet hoe, misschien omdat ik een ant gekild heb. Dat zou wel kunnen trouwens, ik heb een ant gekild. Of 2, I don't know hoeveel ik gekild heb. Maar dat zou het wel eens kunnen zijn. Maar ik denk... Even kijken, volgens mij is dit gewoon een boom met niks erin. Nee, het is gewoon een rare boom. Nee, fuck dat. Nice, ze vallen me niet aan. Maar aan de andere kant had ik ook wel zin in wat vechten. Want ik moet natuurlijk meer alignment halen. En ja, weet je. Ik weet niet hoe ik dat zo kan krijgen, want ze hitten me nu niet. Maar, oh, daar ging mijn mobiel af. Het is natuurlijk ook wel handig. Want, ja, weet je. Ik kan er nu gewoon doorheen lopen zonder dat ze me iets doen. Dat is op zich wel nice. Hello there. Nice, jongens, ze doen niks. Dus dit is de Fangorn Wasteland. I'll bleed you like a stuck pig. Wat gebeurt hier? Jongens, doe eens aardig. Doe niet. Jongens, hou op. Ja, ik kan ze niet hitten, weet je. Dit is een strijd op leven of dood. Tientje op de linker. Tientje op de linker. Ik doe... Oh, ik wist het. Ik krijg 10 euro van jullie. Allemaal 10 euro doneren naar mij. Volgens mij... Ik weet niet wat ze hier doen. Dit zijn niet echt vriendjes. Ga even uit elkaar, jongens. Doe eens niet. Hoppakee, wegwezen. Niet zo kinderachtig doen. Dit zijn allemaal zelfmoordterroristen. Ze hebben allemaal die bom in hun hand. Oh my god. Nee. Oeh. Ze blazen mij straks ook nog op omdat ze hun ruzie hebben. Hou op. Ja, deze duwt rent ook weg. Ik weet dat ook niet meer. Wat de hel. Anyway, dit zijn de Wastelands. Ik zie daar een vuurtje branden. Misschien is daar iets. I don't know. Ik zie een vuurtje, dus daar ga ik mee heen. Daar zo.
Dit zijn de wastelands. Allemaal Uruk-hais. Maar we zijn veilig. Dus dat is nice. En eigenlijk wil ik hierna naar de Rohan Uruk Highlands gaan. Dat zijn ook Uruk-hais waarschijnlijk. Want dat heet zo. Dus dan word ik ook niet aangevallen. Maar ik heb ook eten nodig. Dus dan moeten we ook even fixen. Even tussendoor. En ik denk dat dit niks is. Gewoon een random vuurtje trouwens. Hebben die orks hier geen, of die Uruk-hais hier geen kamp of zo? Nee, dit is niks. Dit is gewoon, dit lijkt wel de Nether, joh. Het Soul Sand, wat hel. Die Uruks moeten toch wel kampjes hebben ergens? Daar zou je denken, of niet? Nou, ik zou van wel denken. Maar ik heb geen eten. Oh, dit is zo vervelend. Ik kan ze ook niet hitten. Volgens mij kan ik dat wel ergens uitzetten trouwens. Zullen we eens even kijken? Options. Friendly Fire. Als ik die aanzet nu, kan ik ze wel hitten als ik wil. Maar misschien is het niet al te goede keuze. Want moet je kijken wat hij in zijn hand heeft. Dikke kruisboog. En ik heb, ja, ik heb wel een boog. Maar of een pijl heb ik eigenlijk? 2. Nou, dan kan ik er nog niet eens eentje mee dood krijgen. Ik kan deze dude zijn badass. Nee, dit ga ik niet doen. Ik kan het denk ik beter doen als ik er eentje zie. En dat ik het dan doe. Dude, het ziet echt uit als een Mordor-toren of zo. Maar het is gewoon waarschijnlijk weer zo'n rare boom. Denk ik tenminste. Maar aan de andere kant, misschien als ik ze kill, krijg ik Rotten Flesh of zo. Misschien Maggoty Bread. I don't know. Altijd wel handig om te eten op dit soort momenten, maar hier staan er weer 3 en een warg. Ja, fuck dat. Dat ga ik sowieso niet doen. Dat ga ik sowieso niet doen. Ik zoek naar kampjes, want je zou wel denken dat ze hier wel ergens een kampje hebben. Ze staan ook allemaal in groepjes, hè. Allemaal. Dus ik denk niet dat ze kan aanvallen. Nee, ik ga zo dood van de hunger. Kut. Nou, ik ga niet dood, maar ik ga dan helemaal naar 1 hartje, half hartje. Shit. Oh, hoe kom je zo snel aan eten? Ik heb suiker. Oh nee, dat is zout. Dat is zout. Dat kan je niet eens eten. Snowballs. Nee, ik kan echt niks eten. Shit. Ja, jongens, wat nu? Wat nu? Ik moet echt mijn eten en zo even op een betere, of beter voor elkaar krijgen. Want dit kan echt niet zo. Dit kan niet. Jongens, moet je nagaan. In de vorige episode was ik nog in Lothlorien. Was het gewoon vredig en eten en loot. En dan zit ik hier in een wasteland van bomen. Ja, wat moet je hier nou mee? Wat moet je hiermee? Ik kan er niks mee in ieder geval. Tenminste, als ik nog geen kampje tegenkom binnen nu en 5 seconden, dan heb ik er niks aan. Waarom gaan jullie allemaal in groepjes staan? Doe eens niet. Ja, ik kan ze niet aanvallen. Ik heb maar 5 hartjes en ik heb geen eten meer. Dus ze hebben me waarschijnlijk zo dood. Sowieso zijn het Uruk-hais en die zijn nog wat sterker dan normale orks. En die orks zijn al sterk. Dus dit wordt hem waarschijnlijk niet, jongens. Ja, hoi. Oh, ik dacht heel even dat hij me aanging vallen. Holy shit. Maar kan ik niet met ze praten of zo? I've had nothing but Maggoty Bread for 3 stinking days. Gast, ik heb helemaal geen eten, dus jij moet niet zeuren. Maar ik ga niet dood, zie ik, aan eten. Misschien wordt dat bij de mot of zo. Ik weet niet, maar ik kan natuurlijk ook niet rennen. God damn it. Oh. Maar ja, ik denk dat ik hier gewoon niks ga vinden. Het is ook vet groot. Oh, waar zit ik eigenlijk? M. Oh, L was het. Map. Ja, wat zit hier? Uruk Highlands. Ja, weet je, misschien kan ik gewoon beter naar Rohan gaan hier. Wat is Anathwaith dan? Oh, daar ben ik al in geweest, nevermind. Misschien kan ik beter naar Rohan gaan. Daar zijn Rangers waarschijnlijk en Rohan Soldiers misschien. En van die Watchtowers. Dus daar sowieso wel loot en bier en eten te vinden. Dus dat is vet nice. Ik denk dat ik dat maar gewoon moet doen. Waarschijnlijk zijn daar nu wel orks, dus daar ben ik geen vrienden mee. Tenminste, ja, op welke moet ik dan zetten? Ik ben ook gewoon nog neutraal met Mordor. Like, ik heb vet veel orks vermoord, maar ik ben gewoon nog neutraal met Mordor. En neutraal met Gondor, dat vind ik ook wel een beetje raar. Maar hier heb ik dik 49, dus ja, I don't really know wat ik nou moet doen. Ik zit nog even op Lothlorien trouwens. I don't know waarom. Ja, maar dit, ik denk dat ik gewoon... Oh god, wat is daar? Is daar weer een bos? Oh, ik denk dat we weer teruglopen naar Fangorn. Dat is niet echt de bedoeling, want daar is ook niks te vinden. Dus ik denk, jongens, dat het tijd is om naar Rohan te tippen. Laten we dat gewoon gaan doen. M. Hoppakee, ik hoop dat ik niet omsingeld ben door orks. Home of the Horse Lords. Oh yeah. We moeten echt een paard fixen trouwens. Meer een achievement erbij trouwens. Yes! Rohan Soldiers. Hello there. Zet ik hem even op Rohan als die er is. Rohan. Mordor, Gondor, Uruk-hai, Rohan. Plus 5. Nou, dat is redelijk. Hello guys. What business do you have in the Riddermark? I don't know, ik wil eten. Beware the Uruk-hai. They come here often in raiding parties. Leaving only destruction in their wake. God damn it, dat wil ik niet. Ik wil eten. Kan ik misschien een paard vermoorden? Misschien droppen die wel eten. I don't know of ze dat doen. Oh, zijn dit orks of Uruk-hais? Volgens mij Uruk-hais. Chill. Niks aan de hand. Ik ga een paard vermoorden. Sorry. Moet wel even. Horse murder. Sorry. Do not think such richness can be... Oh, nee. Ik word aangevallen door Rohan. Oh, kut. Ik had eraan moeten denken. Oh, shit. Ik heb weer een paard vermoord. Oh, my god. Wat erg dit. Kut. Ik moet hier weg. Ah. Nee, ga weg.
Ik vermoord je paard gewoon, weet je. Altijd eerst een paard vermoorden. Oh, ik had er beter over na moeten denken dat je natuurlijk geen paarden moet vermoorden hier. Want het is het land van de paarden. Van de horse lords. Ik zag het nog in mijn beeld. Nee, ik ga dood hier. Nee. Nou, goddammit, maar ik heb alweer vol eten nu. Hey, jij bent er ook weer. Oké, dat was niet zo'n succes. Maar weet je hoe lang we het opnemen? Nou, we gaan het nog één keer proberen. Oh, wat de hel was dat? Wat de hel was dat? Oh, dat was een agenda-melding. Wat de hel. Ik schrok maar kapot. Waarschijnlijk ging het vet hard voor de microfoon. There you go. Nog een keer. Jongens, we can do this. De regen is ook vet irritant eigenlijk. Ik hoor hem nog niet, want we moeten nog laden. There we go, we zijn er. Ik weet niet of ze nu nog steeds boos op me zijn trouwens. Oh, ik denk het wel. Hij rent. Ben je nog boos op mij? Ben je nog boos op mij? Ik heb nog plus 2. Oké, nice. Oh, heb ik al 3 paarden gekild of zo? Holy shit. Oké, wacht. We hebben hier schapen, maar daar hebben we ook niks aan. Want ik heb eten nodig. En aan schapen, daar krijg je geen eten van. Goddammit. Oké, dus we kunnen geen paarden vermoorden voor eten. Ik weet niet eens of hij wat gedropt had. Ja, ladder had hij volgens mij gedropt. Niet eens eten. Zo, het zijn hier wel hoge heuvels trouwens. Hier kan ik mijn render distance wel wat verder zetten trouwens. Hoppakee, gewoon plus 16. Dus we kunnen geen paarden killen. We kunnen geen schapen killen. Ja, dat kunnen we wel, maar dan er zit ook niks aan vlees aan. Dus wij hebben varkens nodig. Je zou toch wel denken dat hier... Oh, kippen! Yes! Jullie zijn helden. Kom hier met dat vlees. Lekker, nice kippenvlees. Heb ik echt even nodig nu. Slimeball, get out of here. Raw chicken. Nice. Ik zag er nog één. Ik zie er daar nog één. Dus we hebben even genoeg. Hoppakee. Waarom sprint ik eigenlijk niet? Ik dacht dat ik nog steeds weinig eten had. Wat de hel. Ik had gewoon kunnen sprinten net, maar ik dacht er even niet aan. Sorry guys. Doe gewoon al het hout erin. Fuck dat hout. En waar is het eten? Raw chicken. Hoppakee. Nice. We hebben in ieder geval even wat eten straks. Voor heel even. Want het is maar 4. Het zijn er maar 4. Ik ga gewoon zoeken naar een hoe moet ik dat zeggen? Een toren. Ik kwam er echt niet uit. Wat de hel. Brain fart to the max. Like. Wat de hel. Ja, ik ga gewoon proberen een toren te vinden. Als goede zijnde hier van die watchtowers. En daar zat altijd wel dikke loot in. Qua eten en zo. Niet echt wapens. Maar eten was echt vet nice daar altijd. En dit zijn ook weer van die rare hompjes. Overal. Net zoals in Gondor. Oh nee, dat was niet in Gondor. Dat was in... The Lone Lands. Volgens mij. Of niet. Of in Eregion. Ik weet niet. Ben ik in Swampfleet geweest? Waarschijnlijk wel. I don't know. Ja, anyway. We hebben het eten. Dus ik haal dit ook weer weg. Moet ik oppakken. There we go. Nice. We hebben even eten, jongens. Heb ik appels? Nee, natuurlijk niet. Anders had ik natuurlijk wel eten gehad. Maar... Oh, wacht. Je hebt natuurlijk helemaal geen appels nodig om paarden te temmen. Maar daarentegen heb ik geen zadel. Dus dat is wel een beetje jammer. Ik heb wel een Angmar crafting table nog steeds, zie ik trouwens. Heb ik niet helemaal niet op gelet. Maar ja, wat heb ik daaraan? Heb ik Orksteel Ignitus? Nee, dat heb ik ook niet. Oh, we zien het jongens. We hebben iets gevonden. We hebben iets gevonden. Het lijkt op een... Helemaal niks. Wat de hel is dat? I don't even know. Oh, hier. Vet voor Urukais. Place of Devastation. Oh. Dit is dus een plek van de Urukais. Dat is hier dus ook. Maar ze doen me niks. Vet handig. Hallo. Hebben jullie hier loot? Nee, waarom hebben jullie hier geen loot? Wat is Koyers? Goddammit. Oh wacht, wat is hier allemaal? Wat is dit allemaal, joh? Dit is waarschijnlijk echt zo'n plek in Rohan wat de Urukais hebben overgenomen. Ah, dus dat bedoelde hij daarmee, dat ze in parties kwamen. Oh ja, we hebben een kampje gevonden. Nice. Hopelijk kunnen we hier iets leuks vinden. Dude, die zijn echt vet voor Urukais trouwens. Ik heb echt zo'n geluk dat ze mij niks doen. Misschien als ik van ze ga jatten. Misschien dat ze dadelijk... Wacht, ik zet hem even op Urukai. Oké, okay, plus 1 hebben we nog. Plus 1. Oké, okay, we hebben Orc Draft. Dat is vet nice, want dat geeft... Wat is het ook weer? Strength volgens mij. En het vult je foodbar weer. Hoppakee, even de loot fixen. 14 sticks hebben we helemaal niks aan. Helaas. Bones. Dat is misschien wel handig. Want weten jullie nog dat wij in het... wat was dat? In de Tundra volgens mij waren... En toen kwam ik al die wolven tegen en ik had ze mee kunnen nemen. Maar ja, heb ik niet gedaan. Wat is dit trouwens? Een forge? Ork forge. Oké, daar kun je dus dingen in smelten. Oh, een trade dude. Ja, maar daar kunnen wij natuurlijk niet mee traden. Megali bread is ook handig om mee te nemen, want dat is ook... dan gaan we weg. Dat is ook eten. Ik heb heet dat jeuk aan mijn neus, jongens. Wat de hel. Niet nice. Maar dit is een trader, maar hier mag ik waarschijnlijk niet mee traden. Want go and slay a few stinking elves and then perhaps we can trade. Ja, dat ga ik dus niet doen, bruh. Want ik hoor echt helemaal niet bij jou. Maar voor nu wel. In ieder geval jongens, dit was de episode voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Volgende episode gaan wij verder kijken in Rohan. Even kijken waar we dan allemaal op kunnen komen.
In Rohan hebben we hier nog de White Mountains. Dat zijn natuurlijk de dwergen. Emmenmew, dat is... Wat is dat ook weer? Emmenmew... is dat misschien de Death Marshes? Was dat daar? Nee, dat was hier toch? Nee, waar was de Death Marshes ook weer? Ik weet niet, jongens. We vinden de volgende episode wel uit. Ik ga in ieder geval nog even kijken. Oh, daar heb je natuurlijk ook eten. Nice. Ik ga nog in ieder geval nog even kijken wat jullie willen. Zal ik de Uruk-hais aanvallen? Ja of nee? Dan mogen jullie beslissen in de reacties. Dus laat even in de reacties achter. En sowieso even een blauw duimpje omhoog. En jongens, dan zeg ik later.